Ja, nou ja, het is ook lange tijd voor ons, hè? Al tenminste voor de schapen dan. Maar ja, we hebben trouwens de meeste geboortes gehad. Ja, het druppelt nou nog wat na. Nou, misschien zeg maar zo'n 10 per dag. Half februari en de drukste tijd voor de herders in Bijterveen is dus al geweest. Maar dat de kudde zo vroeg lammert is een bewuste keuze. We houden ervan van vroeg aflammeren. Dan heeft het voordeel dat als wij de hei op gaan, dat we daar al met redelijk grote lammeren het gebied in gaan. Die zijn gewoon sterker, hebben meer weerstand, zijn wat zelfstandiger. Voor ons heeft alleen maar voordelen. Een deel van de lammeren gaat straks het Bargerveen op. De schapen eten de ongewenste grassen en planten weg, zodat heide meer kans krijgt en het veengebied herstelt. Maar het duurt nog even voordat het zover is. Voordat ze het Bargerveen opgaan, gaan ze eerst de graslanden nog op. Want het gebied is nu nog te kwetsbaar, te nat. Als ik nou met de kudde het gebied inga, dan verniel ik meer dan dat ik goed doe. Dus ze gaan eerst de graslanden op. Ik denk zeg maar, nou, eind februari, begin maart, dat dan de eerste kuddes weer naar buiten gaan. De oude schaapskooi van Bijterveen stond midden op het Bargerveen, maar is afgebroken. De gloednieuwe schaapskooi is onderdeel van het megaplan om het hoogveen in het Bargerveen te herstellen. Voor zowel de schaapsherder als de kudde is de nieuwe kooi een hele verbetering. We hebben nou alle schapen onder dak. We hebben een heel efficiënt voersysteem. Ja, het werkt gewoon super prettig. Ik heb tijden gehad zeg maar, in de oude kooi. Een heel aantal jaren, dan was ik 3 maanden van huis en was ik alleen maar in de kooi. Nou, dat systeem doen we niet meer. Om 12:00, dan gaat het licht uit. En de volgende ochtend zien we wel hoe het gaat. En ja, we hebben natuurlijk schapen die vreselijk gemakkelijk aflammeren, heel zelfredzaam zijn. Dus ja, dat gaat prima.